Wij organiseren hier vanavond onder andere een demo waar je aan de hand van hersenactiviteit een drone kan besturen. Nou, het leuke van deze demonstratie is dat we meerdere technologieën aan elkaar knopen en demonstreren. Wat we doen is we maken gebruik van een brain-computer interface. Die vangt de hersensignalen op, die sturen we naar een softwareprogramma waarin we die soort van analyseren en die klassificeren als een bepaalde gedachte. Daar doen we ook bijvoorbeeld aangeven wat iemand zijn gedachte is over naar omhoog gaan of omlaag of links of rechts. En die gegevens die koppelen we weer aan een drone en die sturen we als commando's naar de drone, waardoor die als het ware vliegt aan de hand van jouw herseninput. Het doel voor vanavond is vooral veel plezier hebben, mensen de kans geven om een drone aan te sturen met hun hersenen. Maar ook om te laten zien wat speelt in onze doelgroep als het gaat om bijvoorbeeld hersenonderzoek of het aansturen van drones of bots.